En de winnaar. Ja, dat ben ik. En ik zie je al denken, hoe is zij in die situatie beland? Lot hier. Misschien ken je mij als de haarkleur van Marie Claire. Misschien ook niet. Anyway, luister even goed. Wij, arme studenten van deze pechgeneratie, hebben kamernood. Het gevolg? Urenlange reizen of op kamers op een camping. In kamernood helpen we kamerzoekenden met het vinden van de perfecte match. En vandaag zijn we in Ede. Ik heb gehoord dat hier hele leuke feestjes zijn. En vandaag zorgen wij voor de perfecte match in dit studentenhuis. Hallo! Hi, Lot! Hi, Lot! Kom maar lekker door. Dankjewel. Nou, leuk dat je ons huis komt bezoeken. Nou, dankjewel voor de gastvrijheid. Kijk eens aan, wat een mooie kunstwerken hier allemaal. De meeste van ons hier zijn namelijk creatief. Sommigen schilderen, sommigen doen andere soorten sport, zoals dansen en zo. Nou, nice. Heel leuk, ja. Kom gezellig mee. Ja, ja, ja. Met hoeveel mensen wonen jullie hier eigenlijk? Met 18. Dus 18. Er zitten nog wat in de woonkamer, we kunnen daar wel even heen gaan. Oké, is goed. Ja. Jongens, 18 mensen dus. Zijn jullie ook een beetje een hecht huis, of niet? We doen regelmatig wel dingen met elkaar, gewoon gezellig. Heel leuk. En waar staat jullie huis bekend om? Als je in Ede rondom vraagt, dan staat de notaris wel bekend om grote feestjes die we altijd geven. Ook voor corona hebben we heel veel feestjes gehouden. Ja. En meestal als mensen ook ons huis opzoeken op het internet, dan komen ze ook wel een artikel tegen over dat de vloer hier een keer is ingezakt. Okay. Omdat er te veel mannen in de woonkamer stonden te springen op een feestje. Maar veel feestjes dus? En ook wel eens themafeestjes, of niet? Ja, we hebben regelmatig hier om de maand of aantal weken gewoon een themafeestje. Ja. En dan komen er veel mensen hierin en dan feest je gewoon door. Dan shotjes, drank, bier, alles wat wordt gedaan hier, zeg maar, in principe. Ja. Wat is het leukste themafeestje wat jullie hebben gehad? Onderwaterthema. Ja, die vond ik ook en heel leuk. En jungle. Ik denk dat ik het onder water wel tot nu toe het leukste vond. Ja. En wat voor type huisgenoot zou een beetje bij jullie passen? Het is wel fijn als ze ook echt een beetje betrokken zijn in het huis. Ja. Dus dat je, als ze langslopen in de woonkamer, langs de woonkamer, dat ze mensen zien dat ze even bij komen zitten. Even, ja, precies. Even een gesprekje aangaan, dat is wel leuk. Okay. Ja. Wat zijn dingen die jullie echt niet zoeken in een huisgenoot? Nou, ik zou zeggen een heel rustig persoon. Dat gaat daarmee niet werken, omdat wij ook een groot groep zijn. Ja. En je zal regelmatig wel wat horen, een feestje. Dat er mensen aan het filmkijken zijn, gelachen. Mensen op het dakterras zitten ook. Dus een stil persoon gaat namelijk niet hier werken. Hey, hoe groot is die kamer eigenlijk? Ja, 12, 13 vierkante meter denk ik. Ja, zoiets. En hoeveel gaat de nieuwe huisgenoten voor betalen? €275 inclusief. Oké, nou prima. En zijn jullie een beetje benieuwd naar de hospitanten? Ik denk dat we allemaal wel nieuwsgierig zijn daarna. Ja. En gewoon willen zien wie het is. Ja. Ja. Zal ik ze erbij gaan halen dan? Ja, ja, dat is leuk. Oké. Okay. Kom maar naar boven. Hi, ik ben Sophia. Hi, welkom. Ik zou mezelf omschrijven als positief, vrolijk, gezellig, grappig misschien ook wel. Ja, dat denk ik. Hi, ik ben Silke. Hi. Ik zou mezelf denk ik omschrijven als sociaal. Ik hou er dus wel van om dingen te doen, zeg maar, met z'n allen. Af en toe een boekje lezen, met z'n twee kopje thee. Ik vind sport ook leuk, dus dat denk ik. Ik omschrijf me als een enthousiaste, vrolijke, gezellige jongen. Ik hou wel van een praatje. Als je iets bij mij kwijt wil, dan wil ik ook heel graag luisteren, zeg maar. En nu woon ik dus bij mijn tante momenteel, omdat ik uit Zeeland kom. Ja, nu moet ik nog voor mezelf gaan zoeken, dus ja. Jongens, de bewoners, die hebben een hele leuke opdracht voor jullie bedacht. Ja, ons huis staat natuurlijk bekend om de leuke huisfeestjes. En dat is de reden dat wij gekozen hebben dat jullie hier in ons huis een themafeestje gaan bouwen. Oké, okay, dan. Okay. Party! Bij het organiseren van een feestje hoort goede muziek natuurlijk, dus bouw een leuke playlist. Hapjes, ga daar ook even mee uitpakken. Zijn er dingen die ze niet moeten vergeten? Drank. Jullie hebben 1 uur de tijd. Verdeel de taken goed, werk lekker samen. En ik zou zeggen, gas erop!
We hebben wel een thema nodig, hè? Ja. Kunnen ook misschien iets gewoon van een warm land of zo, aangezien het nu best wel... Misschien een beetje Zuid-Amerika sfeertje, zeg maar. Ja, of misschien. Dat ja. Oké, dus dan ga ik de nachos maken. Tortillas en dan wraps is wel leuk. Met kaas en zo. Zijn de drankjes verzorgen dan? Ja, drankjes. Ja, despo. Kom, daar gaan we. Let's go. Wat ik in een huis vind pas, ja, ik vind het gewoon super gezellig met mensen om me heen. Dus wat een beetje een hecht huis is, dat zou me super leuk lijken. Ik zoek in een huis leuke mensen, dus wel echt een plek om thuis te komen na zo'n lange dag en dan wel iets gezelligs met z'n allen te doen. Ja, dat je gewoon lekker met z'n allen gewoon goed met elkaar bent natuurlijk. Maar ook ja, dat je je eigen leven kan leiden natuurlijk ook. Dat je gewoon lekker één soort familie bent eigenlijk. Nu gaan we een party maken. Yes. Yeah. Je moet wel even zeggen dat ik moet doen, want ik kan echt totaal niet koken. Oké, okay, nou, komt goed. Ik kan wel koken. Dan gaan we naar jou luisteren. Ik heb nog geen idee hoe dit dan gaat. Maar oven, hoe warm moet die dingen? Het is nog warm. Ik heb wel de oven moet je wel vol warmen, toch? Denk ik, toch? Jongens, het ruikt lekker pittig hier. Gaat het goed? Ja. Ja, prima. Lekker dat voorbereiden. Lekker hapjes aanmaken. Zeker. Ja. En hoe gaan we de rest van de voorbereidingen, versiering, muziek? Dat moeten we nog even regelen. Ik denk handig als één iemand even hier blijft, twee mensen met mij mee. Oké jongens, ik heb de partybox van het huis. Wow. Ik denk dat hier wel wat spullen tussen zitten die jullie kunnen gaan gebruiken. Allemaal vlaggen. Hier is het goud, hier wat bekertjes en altijd handig. Ballonnen, vlaggetjes. Heel belangrijk. Ja, is dit een karaoke set? Volgens mij wel, ja. Yes. Dat is echt heel leuk op een feestje. Die gaan we sowieso gebruiken. Of zo. Oh ja. Dat is misschien wel handig. Kijk eens aan. Zijn jullie al klaar met de versiering? Sophia mee bezig. Zo, kijk. Nou kan het echt werk gaan beginnen. Nee. Ik vind het daar nog wel wat ik vind het echt heerlijk. En hoe vind je de samenwerking gaan? Samenwerking ziet er wel goed uit, omdat ik zag ze al een beetje naar mij toe komen en vragen voor bepaalde dingen, om hulp en zo. Ja. En dat ze heel veel met elkaar aan het lopen waren en het helpen optillen en zo. Nice. Ja, dat is goed om te zien. Top. Doe. Ga zo, Rob. Hup, hup, hup. Gaan ze het redden? Gaan ze het redden? Morgen, morgenochtend, het eerste 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Handen van tafel! Zullen we maar even gaan kijken dan? Ja. Ja? Let's go. Gezellig. Ik zie ook dat hun echt hun best gedaan hebben met verschillende hapjes. Ja. Het mooie, leuke thema dat met Mexico te maken heeft. Ja. Dus dat maakt het echt nog beter, want dit thema hebben wij nog niet gehad in dit huis. Weten jullie al een beetje wie het gaat worden? We moeten nog met iedereen in gesprek gaan en kijken wat iedereen ervan vindt en wie iedereen de rest wie wat vindt. We moeten dadelijk een keuze maken, maar er zijn een paar dingen dat wij nog wel echt graag van je willen weten. Elke avond een feestje of elke avond koken voor al je huisgenoten? Elke avond feestje. Koken. Elke avond een feestje.
altijd in ongestreken kleren lopen of elke dag de kleren strijken van je huisgenoten? Elke dag ongestreken kleding lopen. Ongestreken kleren. Elke dag in gestreken kleren lopen. Bij elkaar de deur plat lopen of elkaar nauwelijks spreken. Deur plat lopen. De deur plat lopen. Bij elkaar de deur plat lopen natuurlijk. Elke ochtend een halve liter wijn drinken of elke ochtend sporten tussen 5 en 8? Oeh, dan ga ik voor sporten. Sporten. Dan ga ik toch voor sporten. Een hond of kat nemen zonder te overleggen of alle muren in huis roze verven? Ik denk een hond of kat nemen. Een hond of kat. Een hond of kat nemen zonder te overleggen. Nou, helemaal goed. Dank je wel. Jullie ook bedankt. Jongens, het is tijd voor de uitslag. Uitslag zit hier in de piñata. Die gaan jullie straks kapot slaan. Maar voordat we dat gaan doen, wil Omar nog even wat zeggen. Ik wil jullie namens wel allemaal bedanken, namens ons. Dat jullie hier waren. Bedankt voor het lekker eten te maken. En jullie, dat we jullie kunnen leren kennen en dat jullie er gewoon waren. Oké, nou, geef de hamer maar. Kijk eens. Ja, een hamer. Het is tijd. Zal ik hem vasthouden? Okay, ja, ik hou hem ook vast. Nou, mag ik gaan slaan? Ja. Ja, ja, ja. Ik ga hem even pakken. Oké. En de winnaar is... Simon! Meiden, ondanks het vervelende nieuws, hoop ik wel dat jullie een beetje een fijne dag hebben gehad. Ja, zeker. Ja, het was echt ja, heel gezellig. Ja, leuke dag gehad. Mensen. Ja. Dat is goed om te horen. Ja. Om jullie nog een beetje te helpen, wil ik nog een oproepje voor jullie doen, als jullie dat goed vinden. Tuurlijk, ja. Ja? Oké, cool. Nou, mocht jij nou nog op zoek zijn naar 2 hele lieve huisgenoten, mail dan even naar kamernoot@karo.ncrv. En wellicht zie je hun binnenkort bij jullie. Ja.